De website bestaat uit een aantal vlakken. Die vlakken die kun je bekijken, die moduleposities kun je bekijken door achter de domeinnaam te typen vraagteken tp is 1. En als je dat doet, dan zie je moduleposities. Hier zie je bijvoorbeeld de positie left. Daar staat blijkbaar niets in. En dit is de positie JA slideshow. En in de positie JA slideshow, daar staat op dit moment het nieuwsbericht over kantklassen. Als we nu in de administrator gaan kijken, dan zie je onder extensies, modulebeheer en de positie JA slideshow. Daar zie je inderdaad dat er een module geactiveerd is. En dat is de module van het type custom. En dat betekent dat je eigen teksten daarin kunt plaatsen. Ik zie dat de module een klein tikfoutje heeft. Hij heet kantklassen. De titel die wordt niet vertoond. Hij is op dit moment wel geactiveerd. Dat zag je aan dat groene vinkje. En de custom tekst die erin staat, dat is deze tekst. Meestal is het eerste woord van een nieuwsbericht, van een tekst. Die heeft als opmaak kop 2. De rest van de tekst is gewoon een alinea. Op het moment dat de tekst getypt is en je klikt op toepassen, dan wordt alles opgeslagen. Maar dan blijft het scherm open. En dat is handig op het moment dat je nog bezig bent. Dan kun je daarna nog weer kleine veranderingen maken. Een ander punt wat belangrijk is, dat is de menutoewijzing. Op dit moment is het zo dat de module kantklossen, die is zichtbaar op het moment dat Home actief is. Als we dus op de website zelf kijken en we klikken op Home, dan zie je dat kantklossen weergegeven wordt. Maar klikken we bijvoorbeeld op Sound, dan zie je dat de module kantklossen niet zichtbaar is. Nou, dat is eigenlijk alles wat betreft modules voor het Sound Museum. Is het eigenlijk alleen maar handig om een custom module te plaatsen op JA slideshow. En die wordt dan hier weergegeven.